Hi allemaal, ik ben Jelena en wanneer jullie me zien is het weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En waarom zou je met je Q-Time niet naar de SU Music Awards 2023 gaan? Dat kan, want vandaag zit ik met Roberto, de G-Boss Banel. What made is a little Q-Time. Hoe gaat het met je, Roberto? Het gaat. Ik heb vanmorgen gehoord dat er dit jaar weer een nieuwe editie is van de SU Music Awards. Klopt. Maar voor de mensen die het niet weten, wat een schande zou zijn. Wat zijn de SU Music Awards en what's gonna happen? SU Music Awards is de enige awardshow in Suriname. We zijn gestart in 2013 als kleine organisatie. We hadden toen 1 award. En dankzij corona hebben we 4 jaar lang geen awardshow kunnen geven. Onze laatste was in 2019. SU Music is eigenlijk de enige platform in Suriname waar we de top local artiesten, de upcoming artiesten, waarderen. En niet zomaar waarderen. We staan nu op en we beginnen met een mattievereniging. Iets van, hey, ik ken die, dan gaan we die. Nee, het is gewoon puur dat we kijken naar de prestaties. Elk land bijna heeft zo'n platform. En waarom Surinaams muziek, Surinaams product, die ontzettend is gaan groeien, ook tijdens corona, daarvoor en jaren, ik was er nog niet geboren. En maar, voor het doorgaan waar jij ook een hele grote bijdrage levert. Ja toch, ik ben al 24 jaar in de showbiz actief en ja, je kijkt naar het buitenland, je hebt vrienden daar, je gaat reizen en je ziet heel veel dingen daar gebeuren en je ziet van, hey, maar waarom in je land is er geen... Is er niet een Grammy lookalike, een BET lookalike, een Soul Train lookalike? Waarom is het gewoon niet van ons? Ja toch? Dus het is niet de eerste awardshow dat ooit in Suriname is gehouden. In het verleden hebben ze, maar heel anders weet je toch. Ik ben me niet echt gaan bemoeien hoe ze het hebben gedaan. Maar belangrijk is toen ik het gevoel kreeg in 2013, omdat ja, je bent hard midden als artiest, performer, als arrangeur, als muzikant, topmuzikant. En je hebt de hele wereld bijna gereisd. Je weet van hoe het aanvoelt van als je hebt gepresteerd, dat je in hitlijsten komt, je krijgt number one, je krijgt heel veel gigs, je gaat heel veel geld verdienen. Je krijgt gouden platen, dat heb ik gehaald met AP in 2006. Dus je had zoiets van, maar kijk maar naar de producties, luister maar naar de producties. De videomannen die zetten zich in, maar er is geen meetmoment van hoe is de best, want het blijft een competition. Natuurlijk een heel eerlijke competition zonder trobby. Emphasis op eerlijk. Ja toch, maar op het moment dat we in een line-up zijn, is het... We gaan nog even zitten chillen voor zoeken on stage. Maar toen we go on stage, is to make hit. Weet je toch, een stage moet van jou gaan worden. Dus ook dat heb je ook in de hitlijsten. Dus wij dachten van nee, we gaan starten met een... Jullie gaan het gewoon zelf ook gewoon doen. Jullie gaan het proberen. Ja toch, en we zijn klein begonnen. En natuurlijk, door de jaren heen gaan we steeds leren, we gaan steeds werken aan de minpunten. We gaan niet zeggen dat we de geweldigste zijn, want mensen vragen zich steeds van hoe komt men aan de nominaties en al die dingen daar, weet je toch. Maar ik kan ze verzekeren dat mijn team, dat natuurlijk bestaat uit media mensen, oude muzikanten, mannen die weet hebben. En natuurlijk ook de externe mensen die we daar buiten benaderen van hey, hoe doen we dit, hoe doen we dat. Die doen hard hun best en je moet rekening houden, het is... Na 4 jaar, het is een zware uitdaging voor ons, omdat we weer moesten gaan oppakken. En je moet rekening houden, we hebben zoveel goede producties gehad. In 2020, eind 2020, na 2021, 2021, na 2022. Weet je dat? En wat doen we met die producties? Want er was geen meetmoment. Ik wil vragen stellen, maar je geeft antwoord op alle vragen, want het gaat zo back to. Je hebt het geoefend voor je hier kwam zitten. Nee, dan mag je vragen stellen. Maar in ieder geval, het is geen makkelijke job voor Stichting G-Summer Event om dit te doen voor Suriname. No, maar jullie doen het anyway. Zo daarvoor alvast mijn respect dat jullie het doen. En na 4 jaar gaan jullie het doen. En natuurlijk zal mijn vraag zijn, na 4 jaar hebben jullie weer een awardshow. Alle producties van die jaren daartussen? Of gaat het alleen van 2022 naar 2022? Ja, we werken met 1 kalender muziekjaar. Dat is natuurlijk september 2022 tot heden. Mm-hmm. Normaliter deden we elk september onze awardshow. Mm-hmm. Maar natuurlijk, we hebben niet dit jaar, we hebben heel lang contact met Digicel. We zijn heel erg blij met zo'n big company achter ons. Mm-hmm. Konden we niet in september shooten. Mm-hmm. Maar voor mij was het
no matter what, mino tapayari da award show no di. Want ik ga naar daar, ik ga naar de winkel. Hey, fuck, award show no di, dat lukken van mij ook. Dus de vraag was er bij de artiesten. Mm-hmm. Omdat ze hebben gezien van, hey, er zijn tig van artiesten groot geworden. En gegroeid ook in de muziek. Na het winnen van een Sun Music Award. Denk maar aan een Nisha Madaren, een Saigo die vandaag ontzettend goed doet, een Kater, een Newstar. Het zijn allemaal mannen die ooit ook heel veel Sun Music Awards binnen hebben gehaald. Saigo bijvoorbeeld in 2018 had maar een nomination award. Hij was nog very unknown, weet je toch? En toen waren mannen als Jackson Bly, de hitmakers. Kijk, vandaag aan de dag na het winnen van een nomination, een motivation award. Mm-hmm. En daarna kwam hij terug, hij won 4, en in 2019 won hij weer. En wat wordt het dit jaar? Hij heeft 8 nominaties, oh, wow. Weet je. Dus we doen ons best. Je vroeg me over de producties die ze uitgebracht tijdens ons de rust. We hebben toch ervoor gezorgd om een paar van de producties mee te nemen. We gaan niet allemaal, anders krijgen we 4 shows in 1. En dat willen we ook niet gaan hebben. Wie zegt dat? Nee, gaat, nee. Gaan we jullie afwezig zijn. En de afspanning ook weer. Het is kort en zakelijk. Iedereen wil weten van wie de best is. Mm-hmm. We hebben toch ervoor gezorgd dat we 4 goede songs hebben uitgekozen. Mm-hmm. De periode 2020 naar nu. En die kregen een eervolle vermelding. Mm-hmm. En die artiesten gaan die avond bekendgemaakt worden. 4 goede songs hebben we door de 4 jaren gewoon even moeten pakken. Wel onomatic allemaal. Maar mm-hmm. zijn gewoon de beste die ondanks awards gaan ons die worden. Dus je ziet hoe ver we gaan als organisatie. We willen ieder meenemen. We vinden het jammer aan OBD. Maar if award show bij de Ayari, dat die waren dus 4 van die nummers daar. Zeker gewoon de best. Weten. Okay. Zeker winnen. Waardering voor degene die voor dit jaar ook producties hebben uitgebracht. Een aantal nominaties, want ik ga een aantal vragen stellen, want echt niet zoveel tijd meer. Maar belangrijk is, wanneer is het? Hoeveel categorieën zijn er? Als ik nu zit te kijken en denk van, oh my god, ik wil ook gewoon komen. Wat moet ik doen? Kan ik gewoon komen? Of moet ik een celebrity zijn om daar een plekje te kunnen bemachtigen in de zaal? Hoe ziet de avond eruit? Als je me dat snel kan vertellen. Okay. De show is gepland voor 1 december in Ballroom Prince, de geweldigste zaal in Suriname. Mm-hmm. Een red carpet hebben we vanaf 6:30. De show start om 8:00. We gaan 24 categorieën presenteren, waaronder 4 nieuwe. En een van die 4 nieuwe zijn de Kabula categorie. Gaan we natuurlijk, eindelijk recognition voor de Kabula. So that's nice, that's very nice. We hebben ook de Record of the Year, Artist of the Year. Dus die zijn die 4 nieuwe nominaties. Ook de producers gaan we dit jaar. Mm-hmm. Eindelijk, natuurlijk, ik ben ook producer, maar natuurlijk heb ik ervoor gezorgd dat we ze ook... Je gaat die winnen dan? Nee, ik ben geen artiest, ik ben niet genomineerd. Belangrijk is, een vrijdag 1 december, als je aanwezig wil zijn, moet je alleen registreren. Want zonder registratie, geen entree. Online, er is een social media link en je kan daar registreren op onze page, G-Summer Event. En de registratie loopt aardig goed. Ik denk dat we nog een paar dagen gaan moeten stoppen. Dus als mensen nu kijken, haast je, want if you don't registeren, geen toegang. Jammer voor jou. En alleen registreren, je mag gewoon komen, toegang is gratis? Nee, je gaat betalen bij de poort. Duidelijk. Het is een heel kleine tegemoetkomen dat je gaat neertellen daar. Mm-hmm. Belangrijk is, je gaat registreren. We hebben een toppen line-up die avond. Mm-hmm. Van artiesten als Naomi Sastra, Shaf Amastam, die is de zoon van Maruf Amastam. We hebben Lil Jong. Belangrijk in ieder geval, we hebben een geweldige line-up die avond. Want we hebben niet alleen een presentatie van awards, volgens de Lucas Omawini. We hebben daartussen ook wat entertainment. Nice. It sounds very good. Ik ben super enthousiast voor jullie en ik hoop dat ik ook een plekje kan vinden. Dus ik ga snel ook registreren. Maar ik ben heel dankbaar dat er mensen zijn zoals deze organisatie. En in het bijzonder jou die de Surinaamse artiesten niet vergeten. En ook op jullie manier je best doen om ze de internationale experience te geven. Het is misschien nog niet wat het zou moeten zijn of wat de standaarden zijn. Maar dat jullie het willen, durven en doen. En ik ben heel blij daarom. En ik zal niet stoppen. Nee, ik heb het gevoel ook, dat zeg je toch, ik heb in het verleden topmuziek gemaakt en nog steeds. Mm-hmm. En ik ben altijd goed gewaardeerd geworden. Ik ben gaan racen, Amerika, Frankrijk, weet je toch, België. Dus ik weet hoe het aanvoelt om die dingen daar mee te maken, weet je. En natuurlijk ook als topproducer, ik ben 2 maal gedecoreerd, de enige producer. Maar dus ik heb mijn onderscheiding al gehaald. Dus ik weet wat hard werken is, wat kwaliteit leveren is. En kwaliteit moet beloond worden. Mm-hmm. En ik zeg het altijd, you not flop me, maar you love by effort samen potty. En daarvoor ga ik, I'm God's plan. Hey,
Sorry, Drake. Fassu. Ik heb het gehoord. Nee. Ik vind het allemaal goed. En zolang je gelooft in jezelf, dan mag je zijn wie je wil. En you're owning it. So keep on doing you. En ga er gewoon voor. Tuurlijk. Maar bedankt voor het komen om te vertellen over de Su Music Awards 2023. En alvast heel veel succes met de planning en uitzet. Jawel. En ik geloof dat het een prachtige avond gaat worden. Helemaal. Bedankt nogmaals voor het komen. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Roberto, de G-Boss Banel, in de studio bij ons. Want op 1 december zijn de Su Music Awards weer actief en live. En je kan gaan. Je kan gaan als je naar de Facebookpagina gaat van G Summer Events. En daar is een registratielink. Daar kan je registreren. Er is een kleine fee die je moet betalen. Maar dat gaat allemaal naar de planning en de uitzet. Om de oude gaat te snel. Om de waardering te geven aan de Surinaamse artiesten die het afgelopen jaar hard hebben gewerkt om prachtige muziekclips, prachtige producties neer te zetten. En die gaan die avond hun waardering krijgen. Zo, als jij van Surinaamse muziek houdt en Surinaamse artiesten support, ga snel, registreer je, support this movement. En wie weet zien we jou op 1 december bij de Su Music Awards. And remember, your time plus my time is Q time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.